Sander, Koopbergcross is van oudsher een hele zware wedstrijd, in welke omstandigheid dan ook. Je was heel goed weg met de start. Ja. En ik zie jou na ongeveer 2-3 ronden begin je langzaam terug te zakken. Ja, ja, ja. Kon je niet helemaal volgen of zat het bij jezelf? Nou ja, ik kon niet helemaal volgen. Ik had miste gewoon de power, ik kon gewoon niet op mijn pedalen staan. Technisch ging het in principe wel oké, maar ik had gewoon niet de power aanzetten. Lukte gewoon niet. Zijn er speciale stukken in het parcours waar je heel veel moeite mee had? Ja, het loopstuk. Goh, terwijl ik eigenlijk wel van het lopen ben, omhoog lopen, maar ik kon amper mijn benen omhoog getrokken krijgen. Dus dat was wel echt super zwaar. Ja, ik ben wel tevreden gewoon met de wedstrijd aan zich, maar het zat gewoon niet meer in. Nee, je was echt gewoon ook serieus op je adem getrokken. Ja, ja, ja. Ik heb gewoon serieus bij moeten komen na de finish. Je hebt de hele zomer gemountainbiked. Ja. Heeft dat jou beter geholpen dan andere jaren dit jaar? Nou ja, ik heb een goede zomer gedraaid en ik heb het gevoel dat ik goed uit de zomer ben gekomen. Afgelopen week een beetje ziek geweest en het idee is wel dat er een beetje in zit dat ik gewoon dat ik niet helemaal fris ben. Nee, er zit voor de komende weken CQ maanden meer in. Ja, Ik al richting het EK in Huibergen. Daar zal ik niet starten. Nee, ook al niet. Wat zeg je? Ook al niet. Nee, er zijn meerdere topvrouwen die daar gewoon niet gaan rijden. Oh, je hebt hem niet gehoord. Nee. Ik in ieder geval niet. Ja. Oké, in ieder geval succes in de volgende wedstrijd. Ja, dankjewel. Ben jij in Woerden? Ja. Succes komende dinsdag en misschien zie ik jou dan. Ja, is goed. Dankjewel.